Vriendinnetje van mij, hè? Nou, alles. Ik heb dus het pakje open. En dan ga ik alles lekker in knallen. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloedje nieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin. Karin en Roderick, ja, dat zijn wij. Helemaal top. Het is vandaag alweer heerlijk. Zondag 28 februari 2021 alweer. Ja. En ik ga zo lekker mee lopen met Lady. Ik heb Roderick aan de telefoon. Ook handig. En het is, zoals jullie zien, stralend. Mooi weer. Dus daar ga ik lekker van genieten. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Gewenst vandaag. Bij deze gloednieuwe vlog. Nou, ik loop alweer lekker buiten. Ja, met Lady. Lekker. Ik ga eerst even lekker naar Rauw, eventjes en de twee zussen ook even gedag zeggen. Yes. Dus ja. Alleen dat weet Rauw niet, want ik had hem wel net aan de telefoon. Maar hij wil ons heel graag in studieboeken duiken. Maar ja, mag wel van mij, maar dan krijg ik weer van alles over me heen. Meneer is ook moe. Prima. Dus ik ga even naar hem toe. Eventjes die steun geven. Wat hij ook even nodig heeft. Hop, dit moment. Ja. Zonnetje schijnt. De lucht is blauw. Heerlijk. Lente weer, jongens. Lente weer. Kijk, ik loop nu net met mijn grootste vriendin buiten. Hé, vriendinnetje. Vriendinnetje van mij. Jij. Yeah. Mijn vriendinnetje. Hoi, vriendinnetje van mij. Vriendinnetje van mij, hè. Nou, lekker even een kokorella. Ik zal eventjes een lampje erbij aandoen. Dat is ook altijd wel handig. En fijn, ja. Ik heb in deze pannetje spruitjes, broccoli en bloemkool. Ja. In dit pannetje wat je kan zien, aardappelen. En in deze koekenpan heb ik uitjes, knoflook en rode paprika. En er komt dan nog zand en een beetje spekjes bij. En dat gaat dan bij de spruitjes, bloemkool en broccoli erbij in. Lekker. Dus ik heb het anders op een andere manier. Dus ja. En heb ik nog, en bij de uitjes heb ik nog paprika. Dat had ik al gezegd. Peper erbij. Paprika poeder erbij. En dan ga ik dus eventjes spekjes erbij pakken. De deel daarvan. Ja, het is alweer even kijken. Alweer bijna 12 uur, jongens. Ja, het is alweer bijna 12 uur, Lady. Ja, het is al bijna 12 uur. Ja. En het zou meer rond doen. Ja. Ik ga mijn kachel even uitdoen. Ik kreeg het koud. Lekker op weg. En ik ga nog wat even bakken, want ik had water klaarstaan. Ja, water. Dus ik ga eventjes wat bakken voor mezelf. Is lekker. En dan neem ik het lekker mee naar bed. Naar bed? Ja, ik wil. En ik ga het nou eens een keertje goed maken. Dus ik ga het even filmen voor jullie. Wat ik ga doen. En wat ik ga bakken. Ik heb sowieso 250 milliliter water nodig. Nou, dat heb ik. Doet u eventjes zo. Moet ik even kijken of waar ik mijn zakje heb. Ja. Kijk, ik ga het heel goed laten zien. Nou, deze heb ik dus nodig. Ja. Die. Dus ik ga eventjes bakken. Even voorbereiden. Dan laat ik dat jullie even zien. Oké, wat heb je nodig? 250 milliliter water. En wat ga ik maken? Ik ga dit maken. Ja, lekker. En dat ga ik eventjes roeren met een mooie gordel. Lekker met deze, denk ik. Ja, met deze. Dus dan ga ik hem even openmaken. Nou, alles. Ik heb dus het pakje open. En dan ga ik alles lekker in knallen. Ja. Zo. En dan weer een gordel. En dan ga ik lekker even een mooi beslagje van maken.
zitten ook al rozijnen in. Nou, en dan ga ik het pannetje pakken waar het zo'n in gaat. En die heb ik al. En dan ga ik eventjes bakken. Nou, het vuur staat op. Ik heb het ook al bak en braad erin gedaan, zoals je wellicht kan zien. Helemaal goed. Ik ga het eventjes verdelen over de pan. Laat het even goed warm worden. En dan kan het beslag erin. Nou, het is tijd om het beslag erin te doen. Ja, nou, dat gaan we dus doen. Het beslag pakken en dan gaan we dat erin doen. Kijk. Ja, ja. Nou, dat gaan we dus even doen. Even lekker warm laten worden. Kijk, en dan hebben we gelijk al een spatel. Al lekker. Kleine. Stukjes om te maken. Nou, dat blijf ik even doen. En daar heb ik even twee handen voor nodig. En ja, zo komt het dus er al zo wat er uit te zien, dames en heren. Gewoon hele mooie kleine dingetjes. En dit wist ik in het begin dus niet hoe dit moest. En nu lekker wel. Hola. Dus nou, ik ga dit even afmaken. En als het klaar is, kom ik zo meteen weer bij jullie terug. En toen was het eten klaar. Ja. Yeah. En daar ben ik heel blij mee. Dus dit ga ik lekker nog meenemen naar bed. En dan ga ik nog even wat dingen doen. En dan ga ik lekker slapen. Ja, lief allemaal. Het is alweer 11:55, midden in de dag. Ik wil jullie gewoon graag bedanken dat jullie hebben gekeken naar deze vlog. En dat jullie vertrouwen in me hebben. En dat er altijd weer een leuke vlog online komt om 2:00. Maar ik wil jullie gewoon heel graag bedanken. Dus vergeet niet het duimpje hier te doen. Doe het belletje aan. Vergeet ook niet te abonneren. Want dan blijf je van alles op de hoogte. En laat een leuke reactie achter. En dan krijg je zeker een reactie terug van mij. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En dan zie ik jullie graag morgen bij een gloednieuwe vlog. Mwah. Een dikke toet op jullie snit. En tot morgen. Doei doei.